Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Ik ben in Wichelen bij Proef en ik ben op zoek naar Niels, want hij heeft een start-up, Pickle & Spice. Niels, goedemiddag. Goedemiddag, Loïc. Welkom bij Proef. Dankjewel. Zeg, mijn eerste vraag direct. Proef, wat in godsnaam is dat? Proef is eigenlijk een foodlab. Hier kunnen start-ups terecht die bezig zijn met allerlei technieken zoals pekelen en fermenteren. En allerlei zaken worden hier eigenlijk getest om start-ups eigenlijk beter te gaan begeleiden en om dan hun product op de markt te brengen. Hoe kun je dat best omschrijven, Pickle & Spice? Wat is dat juist? Wat wij eigenlijk doen, is wij werken met verse groenten. We gaan op basis van kruiden en azijnen en oude bewaartechnieken daar een mooi, lekker product van gaan maken. Okay. Dus eigenlijk terug naar de roots van pekelen en groenten bewaren. Ja. We gingen eigenlijk niks van additieven gaan toevoegen. Pickelirisas, wat is dat juist? Want ik denk dat de meeste mensen dat gewoon kennen vanuit de pot. Ja, eigenlijk pickelilli en pickelsaus, dat is quasi hetzelfde. Alleen pickelilli kent zijn oorsprong in Engeland en die noemen het daar pickelilli. En Belgische pickels, wij noemen dat pickels. Iets kort en krachtig. Ja. Nu, traditioneel, eigenlijk in Engeland, was het de pickelilli iets zoeter. Dus iets zachter van smaak. En de Belgen hebben het eigenlijk iets zuurder gemaakt. Meer azijn aan toegevoegd. Kun je mij een keer laten zien hoe dat juist in zijn gang gaat om pickelilli-saus te maken? Want je hebt al keiveel dingen voorbereid. Ja? Het enige dat we nog moeten doen, is het kuisen van de bloemkool. Witte azijn. Dat zorgt voor de zuurigheid van ons product. Oké. Currypoeder. En klopt, mosterdpoeder. Eventjes roeren. Ja, daar kunt je wel een keer van oesten van azijn. Van pikkels maken. Maar het ruikt wel goed. Oh, amai. Oké, de groentjes mogen erbij. Bloemkool, komkommer en ajuin. Top, hè? We zijn er bijna. Nu voel ik me helemaal Obelix. Ik zal blijven roeren, anders gaat het aanbranden. Sorry, maatje. Zo, dat is hem dan. Belgische zelfgemaakte pickles. Niels, dikke merci. Ik ga Blackwell saus maken. Ja. En daarvoor ga ik uw pickles gebruiken. Zeer graag gedaan. Ik hoop dat je er iets lekker van maakt. Ja, en ik ga het zeker nog eens thuis opnieuw maken. Merci daarvoor.